André Moraes. Ik heb vroeger hier in het eerste gespeeld. Daarna veel jeugd gedaan. Sinds dit jaar ben ik hoofdcoach van Dames 1. Daarnaast doe ik hier technisch directeur. Toevallig net hadden we foto's gemaakt met Koen. We kwamen er wel een beetje achter dat het voor de 31ste keer dat ik hier op de foto stond. Ik ben Rianne, ik ben 23 jaar. Ik heb hier voor 2 jaar bij Rood-Wit gehockeyd. Ik ben zelf spits en we hebben ook heel veel spitsen. Dus ik hoop dat ik eigenlijk doelpunten kan maken en me zo kan onderscheiden. Ik ben Julie, ik hockey nu al 4 jaar op Bloemendaal. Ik ben in de B gekomen vanaf HC Haarlem. En ik ben nu 18 jaar oud. Ik woon hier ook in Bloemendaal en het is gewoon een hartstikke leuke club. Jana Beemster. 3 jaar geleden ben ik met hockeypensioen gegaan, maar ik heb het echt heel erg gemist. Ik ben begonnen met cricket, ook hartstikke leuk. Maar toen ik de kans kreeg om hier terug te komen, kon ik geen nee zeggen. Ik ben Mijntje, ik ben 23 jaar oud en ik heb afgelopen seizoen bij Pinoquet gespeeld. En oorspronkelijk kom ik uit Breda. Het team voelt echt als een grote groep vriendinnen en familie. En ik heb heel veel zin om met elkaar te gaan knallen dit seizoen. Anke Waardemans, mijn 5e seizoen bij Bloemendaal dit jaar en ik ben captain. Vorig jaar hadden we een lastig jaar en best veel meiden die twijfelden. Dus daarin vind ik het gewoon heel belangrijk dat we een steady basis bouwen aan Bloemendaal Dames 1. Waarin je niet 1 of 2 jaartjes bij de club speelt, maar dat je echt voor 5, 6 jaar je verbindt aan Bloemendaal Dames 1. Zodat we de komende 3 jaar een steady team hebben staan in de hoofdklasse. Zodat we uiteindelijk mee kunnen gaan draaien bovenin in de hoofdklasse. Ik denk dat we superleuke meiden erbij hebben gekregen. We hebben nu een groep van 20 meiden. We proberen eigenlijk een duurzaam Dames 1 neer te zetten voor richting de toekomst. En dat moet gewoon goed hockey gaan opleveren. Ik ben Florien, 26 jaar. Ik woon in Amsterdam. 20 jaar bij Almere gehockeyd. Ik ben naar Bloemendaal gekomen om nog iets meer uit mijn eigen hockeycarrière te halen. Ik wil nog meer groeien, kijken wat erin zit. Mijn naam is Emma Wissemeijer. Ik ben 18 jaar. Ik kom over van hockeyclub Huizen. Ik hoop natuurlijk zelf dat ik een mooie bijdrage ga kunnen leveren aan het team als jonkie. Ik woon in Oudekerk aan de Amstel en ik studeer in Utrecht fysiotherapie aan de hogeschool. Ik ben Luca, ik ben 22 jaar en ik woon in Leiden. Ik denk dat dit een club is die gewoon in de hoofdklasse thuis hoort. Dus daar gaan we zeker met z'n allen voor. En wat superleuk is dat ik aankomend seizoen met mijn zusje in het team ga hockeyen. Die hockeyt hier al 2 seizoenen alleen nog maar tegen elkaar gespeeld. En nu voor het eerst zitten we met elkaar in het team. Het belangrijkste is plezier hebben en met elkaar gewoon een heel goed jaar draaien. Maar ik ga wel liegen als ik zeg dat we niet willen promoveren.